mensen. Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Wij zijn hier bij Tom's Creek op de Karpenvijver bij de dag van de poldervogeltje. Ons vispas. Zal ik hem er even bij pakken, Vlie? Ja. Dan hebben we avontuurlijk, Melvin en Forel. En gaan we nu de karpen met z'n tweeën weer doen. Want met z'n tweeën is toch wel het leukst. Hè? En als je gaat vissen, neem altijd dan even de vispas mee, hè? Ja, we hebben hem mee. En nou, we hebben gewoon met blikje mais. Ik heb wat boilies mee. Ik heb wat voerpellets mee. Nou, en laat je zetten maar eens zien, hè? Want... Ja, wacht even. Ik zelf mijn vispas even goed we hebben allebei... moet je doen. En dan, Ja, is goed. We hebben allebei de pendel weer gepakt. Ja, en, dat moet hier ook volgens mij. We hebben gewoon ons eigen hengels mee, want dat spul dat hebben we natuurlijk. Dus ja, ik hoop echt dat we gaan vangen. En het is mooi water. Ja. We gaan echt wel wat vangen, denk ik. Zou ik van boven naar onder beginnen of van onder naar boven? Ja, maakt mij niet uit. Nou, dan begin ik van boven. De kluiten zitten best bij je hand. Ja. Nou, het eerste wat eraan zit... is hier ook... Een stuitje. Een stuitje om de dobber tegen te houden natuurlijk. Daaronder zit de dobber, de pendobber natuurlijk. Daaronder zit het weer een stuitje. Dan komen we aan met misschien wel het belangrijkste. Kogelloodje. 7 grams kogelloodje. En daaronder 2 stuitjes. Ik zal ze ook even mijn manier laten zien, want die is iets anders. Dat is maar net wat je fijner vindt. Dan heb ik een white gape haak. Die heeft een iets bredere bocht. Met 2 maiskorrels erop. En dat is een vis. Nou, zal ik me even mijn hengel laten zien. Ja. Want ik vis net op een wat andere manier. Ik ga hem even erbij pakken. Nou mensen, ik heb hier een her. En ik heb hier... Wacht. Ik heb hier aan de her. Of in ieder geval dichtbij de her. Ik heb een draadje. Met 2 losse loodjes eraan. Hier het onderlijntje. Hier een haakje met een her erop. Want ik heb ook boilies meegenomen, dus ik doe wel de her. Nou, en dan gewoon voor de rest de stuitjes. En de pendobber van Tom's Creek. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nee, dat kan ik niet heel goed zien. Maar goed, Melvin heeft al ingeworpen. Ja. Dus ga ik dat ook maar even doen. Mooie cruise volgens mij. Hij was wel sterk. De slip ging meteen af. Ja, hij ging gelijk door de slip heen. Ik maak het schepnetje alvast even nat. Ja, en het gaat zo. Ja, maar dat doe ik op een hele leuke manier. Oh. Ja, tuurlijk, zo kan dat ook, hè. Kijk mensen, van ouders zeggen we altijd, ga eens van je schermpje af. Van YouTube kan je ook wat leren. Ja. Zo, dit was sterk, ja. Oh, ik drill hem eerst wel genoeg. Ja, dat snap ik. Ik moet zo wel. Ik moet zo wel even camera wegleggen. Oh, wat een mooie drill zit. Eerste vis op de eerste hengel. Ja, eerste echte karperhengel. Hopelijk zien jullie het, ik weet het niet. Ja, die is wel mooi hoor. Ja, schep hem maar. Ja, dan moet je wel dichterbij komen. Ja! Got him. Oh, mooi. Ik weet niet of het een kroes is. Maar... Nee, dat is mijn schub. Ja, schubkapper. Tja, maar maakt niet uit. Daar is die mensen. Nou, leg jij hem maar neer. Oh, joi. Melvin is helemaal blij met zijn eerste karper. Ja, nou ja, ik heb al een keer een goeie karper gevangen natuurlijk. Maar... Kan je hem onthaken zo? Nee, pannetje. Oké, die heb je bij de hand. Ach ja, het is warm genoeg, dus ik pak gewoon even mijn... Ik ga gewoon op mijn knieën bij het op het water zitten, zeg maar. Lukt het? Ja, dat lukt. Nou, mooi zo. Fotootje maken en dan... Mag je weer mooi terug? Kan je een fotootje ook met mijn telefoon kunnen maken? Nee, ik stuur hem wel door. Als je dat zo gelijk kan doen, dan... Ja. Nou, ik heb er weer één. Dit is een best wel kleine.
Volgens mij is het een forum, maar... Ja, het lijkt er inderdaad wel erg op. Nou ja, goed. Vis is vis. Ja. Maar ja, nog even een fotootje dan. Fotootje. Ja. Nou, we gaan hem weer mooi terugzetten. Ja, ja, ik moet energie. Nou mensen, Davy heeft er weer eentje. Zo, dikke kolk. En? Ja, hij is aardig sterk, ja. Nee! En hij is los! Nee! Dat is echt zuur, dat was echt groot. Dit kan je niet menen, jongens. Echt zuur. En meisjes, vrouwen, heren, wat je ook bent. Ja, wat vind je daarvan, Davy? Ja, echt heel stom, want dat was echt groot. Ja, dat zag ik. Volgens mij was het een spiegel. Ja, de meeste spiegels zijn wel sterk, ja. Zo jammer. Helaas, volgende keer beter. Ja, laten we snel weer verder gaan vissen. Ja. Zie jullie bij de volgende vis. Davy heeft er weer eentje aan. Ga goed de keer. Stel voor, ik moet even mijn hengel eruit halen, jongens. En meisjes, vrouwen, wat je ook bent. Dan. Zal ik hem met een schep naar pakken? Kun jij filmen? Ja, is goed. We gaan nog wel even duren. Waarom moet jij nou weer de sterker vangen? Dat is beloning, hè? Als je eerst niks vangt, dan vang je daarna de sterk. Ruben, blijf ook even voor mij door. Ik ben nu al dik een minuut bezig. Dat gaat nog wel langer duren. Als je maar uit de buurt uit van die boom en die boom. Ja, dan moest ik hem net even weghalen. Want aan die kant zit een boom waar die onder kan. Maar aan die kant ook. Ja, dat is handig. Kijk, zat hij nou in? Ja, kijk. Dat is dus waar je rekening mee moet houden. Oeh. Zo, dikke schip. Nee, je spiegel. Of ja, sorry, ik raak in de war. Ik was nog zo. Ik ben een beetje te hyped. Hij gaat weer. Ja. En hij is binnen. Ja. Nou, oké, daar ligt een zon. Zo'n soort rug zag ik dan, alleen dan nog wat groter. Zo, een dikke spiegel hier op de mat. Nou, ik film het nog wel als we hem vrij laten. Nodig. Ja. Even, het tangetje. Ik hou hem wel vast. Oké. Okay. Ja, we filmen zo meteen nog wel even. Ik ben gevangen. Ik ga hem nu weer vrij laten. Wat een mooi beest, hé. Ja, en die is alweer weg. Oeh, yes! Oeh, ik ben hier echt blij mee. Het was echt lekker groot, lekker sterk. Ging alle kanten op. Ik ben er helemaal blij mee. Oeh. En Melvin is er een op dezelfde stek als ik. Ja, iets anders. Ik lag daar en hij lag daar. Maar ja, nee, en los is hij. Oh, en ook nog eens in de boom. Oh. Wat een pech. Nou ja, het is mij ook overkomen. Je moet er eens. Zo, Davy met zijn mooie schub. Even mooi bewonderen. Puntgave vis dit. Ja, echt.
Hij was nog niet helemaal moe. Nee, maar dat is niet erg. Nou hopen dat ik er zo meteen ook nog eentje vang. Davy? Ja? Ik moet eerlijk zeggen, dankzij jou krijg ik vangdrang. Nou, ik ook weer hoor, Ina. Zo, mooi schip hoor. Nou, we gaan hem zo terugzetten. En dan is het klaar voor deze vis. Hoi. Zo, daar ging die. Zo, mooie vis. Daar ben ik hier blij mee. Ik sta echt serieus naar de spiegel. Want ik moet nog even een keer een mooie schub vangen. Dus, en vlak daarna komt die schub. Dus ik ben echt super blij mee. Magnifiek. Nou, Davy heeft er weer een. Een mooie schub. Daar is hij. Ik zou van het schep net pakken. Ja, want hij is... Ik moet hem vaak vertellen. En gewoon uit het niets, hè? Ja, Davy had het er net over. Ik wil nog even een mooie schub vangen. Ja. Wat gebeurt er? Hij gaat alleen nog niet echt door de schip. Ja, het is net een beetje. Op haakmatje nat. Wat een kracht zit er achter zulke beesten, hè? Al is hij wat kleiner. Zal ik hem zo scheppen? Ja, wacht nog maar even, want hij gaat elke keer gaat hij erin. Oh, ik ben nat. Ja, ik ook. Maar mij maakt het niet uit. Ja, mij wel. Ik vang geen vis. Ja, ik heb er nu drie, dus... Ja, ik mag er ook wel... Dit is mijn tweede. Met onder andere een vorentje erbij. Ja, dit is mijn tweede, maar... Als je die losgeschoten doet, dan is het volgens mij al mijn vijfde. Ja, voor mij ook. Oh nee, mijn zesde. Want net toen mijn hengel half in het water ging. Ja, zijn Davy's hengel vloog net half in het water. Ik kon nog net het handvat grijpen, inderdaad. Oké, ik ga misschien net wind draaien. Wacht even. Ja, top. Nou, vaak moet je het nog nat. Ja, die heb ik net nat gemaakt. Zo, nou, ik leg jullie even neer. Ja. Dan zien we jullie zo meteen. Nou jongens, ik heb de ouderwetse platte. De brasem. Alleen hij zit niet helemaal mooi gehaakt. Nee, dus ik ga even kijken of ik hem kan pakken. Want... Nice. Oké, ik zie jullie zo. De mooie brasem. Kijk dan wat de platte. Dit is niet normaal. Zo. Zo'n grote brazen. Hij is door mijn schoot onder. Ik heb de foto's gemaakt. Ik heb de foto's gemaakt. Dus. Ja, nice. Ja, we gaan hem weer terugzetten. Deze kan ik wel goed mee lopen, want hij is niet heel erg druk. Laat maar. Oké. Daar ging hij al. Nou goed, die is zeker weten op kracht. Ja, dit is het enige nadeel van een brazen. Dat is waarom we hem liever geen brazen vangen. Nou, liever. Ik vind het wel leuk af en toe hoor. Ja, af en toe. Maar, maar ik had niet verwacht dat in de karpvijver zou zitten. Nee, ik ook. Nou, ik ga weer verder vissen, want ik heb net gevoerd. Ja, ik heb gewoon ook een handje bij. Nou, wat heb je, Davy? Ik denk een karper, ik heb het nog niet goed gezien. Maar hij komt langs een... Ah, gaat goed door de slip, net. Nee, dat was omdat ik opdraai. Ah, ja. Verkeerd begrepen. Hij wil wel, hij wil wel. Ja, dat is een karpertje, dit is een karpertje. Oeh, hij gaat dicht langs de kant. Ik hou het schep net alvast paraat. Ik heb als één niet goed gezien wat het is. Ik denk dat het een spiegeltje is. Nee, een schubje. Een schubje, yes! Laat het nog maar even moe worden hoor. Hallo. Yes! AliExpress. Loop maar rustig naar achteren, dan kan ik hem scheppen. Ja. Ah, nee. Als jij hem erin in doet... Ja, hij is er al. Nee, nog niet. Hij wil wel, ja. Ja, hij is er. Is hij wel moe genoeg? Nou, ik zet jullie even neer. Tot zo. Zo, mooi schuppie.
Ze heeft heel lichtjes gehaakt. Heel lichtjes. Ik zal hem eens laten zien. Zal we even zo naar het water toe? Ja. Dat is wel mooier, hè? Oh, wat ben jij? Hele mooie schep. Hele mooie schep. Zet die rugvin eens op. Ja. Zou ik even helpen? Wat een gaaf beest, hè? Foto's? Zo, zelf wat foto's maken en dan gaan we gauw weer terugzetten. Ja. Ja, laten we maar gauw weer terugzetten. En zo? Ja, laten we maar gauw weer terugzetten. Ja. Oké, rustig. Ja. Okay, die heeft wel energie. Die is weg. Die heeft er zin in. Ja, ik snap het ook. Nou, weer een mooie schub in, hè? Nou weet ik nog eentje weer. Ik zag mijn dobber niet meer, hè? Wat zag je niet meer? Mijn dobber zag ik niet meer. Ah. Ik was even een donutje aan het eten. Ja, nou nee, gepleurd op het gras. Ja. En ik zag ineens mijn dobber niet meer. Er zat een hele mooie schub aan. Nou, ja. Verder met de volgende vis. Ja. Leg de vis goed binnen, ja hoor. Bam. Ik zal alvast even het schepnet klaarmaken. Mijn engel even weghalen. Kijk wat de kolken. Kijk wat de kolken. Kijk wat de kromme engels. Ja, ja, ja. Oh, die is zo high, hè. Waar beide. Oh. Ik ben echt niet eens. Oh, dikke spiegel. Dit is een dikke spiegel, jongens. Jongens, ik zal proberen nog wat omhoog te halen. Kijk dan wat een dikke spiegel. Ja, mooi beestje. Ja, die is er langs geknald. Is een borstvin. Wat zielig. Ja, beter vis dan geen vis. Maar daardoor lijkt hij altijd wel groter, hè, als hij dan eraan zit. Ja. Maar hij is nog steeds mooi. Oh. Schepnetje klaar? Sterk beest. Ik hou heel even mijn tas weg, hoor, Melvin. Dan... Hij is nog niet los. Ja. Klep erin, jongen. Ja, ben je er klaar voor? Ja, ik zal nog even moe laten worden. Kijk dan. Dit is ongeveer wat ik ook heb gevangen, is dit. Ja, man. Oh, dat heb je ook aan mijn benen. Ik denk dat dit ietsjes kleiner is dan wat ik had gevangen. Toch? Ja, ik weet het niet. Ja, je ziet wel echt dat hij verkeerd gehaakt is. Ja. Je vindt het heel snel om zo even rond te laten zwemmen, maar anders is je op de kant zo druk. Ja. En dat is uiteindelijk ook... Ja, los. Mooi hoor. Wat een prachtig beest. Oh. Even een mooie fotoshoot houden, hè? Oh, deze heeft veel muggenwarf gekregen ook. Sorry. Oh, oh. Goed opgevangen. Ja, ik heb er genoeg gemaakt, dus Oh, wat een prachtig beest. Ik wil er nog even mooi naar kijken hoor. Ja. Ik zou maar vrij laten. Ja, ik ga vrij laten. Hou hem dan altijd echt boven het gras. Nou ja, goed. En hij is weg. Hij is gelukkig in het water beland. Ja. De eerste die je vangt, heb je er al mee gevangen. Nou, Davy. Ik heb er weer één. Ik ben net mijn setup aan het maken. Stuitjes schieten weer eens af. En ja hoor, komt Davy aan. Echt op het moment dat ik even net niet wou filmen. Maar ja, alles voor de views toch? Ja, niet per se voor de views, maar ook gewoon dat het mooi is om te filmen toch? Ja. Maar meer voor de views. Ja, mijn slip best zwaar zijn, dan gaat het toch flink erin. What the fuck? Dat is een goede vis hoor. Ja. Ja, die zat al wat los, dat merkte ik al ja. Zijn schepnet gaat in één keer los. Nou ja, goed. Gelukkig is die vis nog niet los. Ja. Die hing vast. Oh. Ik ga even het schepnet in elkaar zetten en dan gaan we wel weer filmen. We zien jullie bij de vis. Davy heeft er weer eentje. Kleintje dit keer. Zo. Voor een kleintje vecht hij nog aardig. Ja.
Eerst dacht ik zelf dat het een vorentje was. Maar Kut, die dobber is onder. Pardon? Ja. Nou, Henk was je niet zo heel erg krom bij deze, hè? Nee. Nou, dus kom maar. Het is ook niet heel makkelijk krom. Kom maar. Nee. Dit gebeurt me nou al voor de derde keer. Of tweede. Ik weet het niet. Nou ja, goed, dit is een kleintje, dus nou ja. Ja, dit is wel vervelend. Ja. Nesse, Melvin heeft er weer één. Ik maak me weer blij. Nesse heeft alles in de knoop, maar ik ben weer blij. Ik zal even mijn... Zo, dit is wel mooi. Die maakt het weer goed, of niet? Ja. Ja, eerst als je opvangen. Als je een kans hebt, schep hem. Nu al? Ja, deze wil ik niet verspillen. Deze wil ik echt niet verspillen. Dan heb je hem heel druk op de kant. Kan ook gevaarlijk zijn. Ja, boeit niet. Deze wil ik echt hebben. Ja, dat boeit weer. Oh, een dikke. Dit boeit, dat boeit wel hoor. Ik zou hem nog niet scheppen als ik jou was. Ja, schep. Sorry, maar deze wil ik niet verspillen. Ja. Eigenlijk moet je hem nog drillen, hè? Maakt niet uit. Wel. Deze wil ik echt niet verspillen. Ja, hij is nog een beetje heel erg druk, maar dat maakt me niet uit. Had je hem wat langer moeten drillen? Ja, ik wou deze niet verspillen. Wacht even, met deze bek. Oh, wat een mooi beest. Ja, zeker. Nog een mooi bewonderen. Oh, punt gaaf. Zullen we nog even een fotootje? En dan zou ik hem vrij laten als ik jou was. Ja. Het is mooi geweest van deze vis. Ja. Nou, die zal vast nog goed op kracht zijn. Kom maar, valt nog wel mee? Ja, ging al wel. Ja. Mooi.